Gisteren ben ik eerst natuurlijk in aanraking gekomen met het filmpje van Stanley op Facebook. Dat dus Emily werd gezocht. Ze was niet thuis, ze was een dagje weg. En later heeft Emily me ook gebeld dat ze dus zichzelf moest gaan melden, dat ze haar voorwaarden zou hebben gebroken. Zij zegt: ik heb mijn voorwaarden niet gebroken. Er is iemand bezig die bij de jeugdzorg werkt, Zeeland, die loopt leugens over mij te vertellen. Die loopt valse aangiftes te doen, dat ik haar lastig val, terwijl ik haar nooit tegenkom. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de baby, voor Emily. Ook blijkbaar heeft ze een oud filmpje opnieuw geplaatst. En daarin heeft ze ook dingen gezegd die verboden zijn met haar huidige voorwaarden. Dus ze zeggen: het oude filmpje opnieuw plaatsen is toch het breken van je contactverbod en je spreekverbod over bepaalde personen. Emily was daar niet van op de hoogte, heeft ze zich niet gerealiseerd bij het herplaatsen van de video. Dus ja, daarin zie je dus, als je niet iets gewend bent als een contact-spreekverbod, dat er soms dingen fout kunnen gaan. Wordt ze daar nu heel hard voor gestraft? Dat weten we niet. Maar in ieder geval heeft ze mij gevraagd om een grote oproep te doen. Volgens mij 26 februari heeft ze haar rechtszaak weer, waarom ze haar kinderen verloren heeft, dat het onterecht is gegaan, dat ze haar kinderen terug wil. Heeft ze mij gevraagd om een demo aan te melden buiten bij de rechtbank en om massaal ook binnen aanwezig te zijn om haar te steunen. We hopen dat ze natuurlijk daarvoor al vrijkomt. Ik weet niet hoe lang ze vast wordt gezet. Dat weet ze zelf ook nog niet. Dat moeten we even afwachten en van haar advocaat horen. Maar ik krijg best wel wat berichten binnen, vandaar dat ik even reageer op deze manier. Ik ga zo ook nog Stanley bellen en de moeder van Emily. En dan zal ik jullie nog een update geven. Maar in ieder geval, zover we nu weten, is Emily weer in de PI. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.